U gaat dadelijk een rondleiding krijgen en u zult zien dat de situatie niet zo goed eruit ziet voor dit gebouw. Lekkende daken, hangende plafonds, gaten in muren, draden die rondhangen. Kortom, het is geen leuke plek om als patiënt te liggen. En dat willen wij nu aanpakken. Het is na hele lange tijd dat we willen renoveren. Wij denken, of nee, we hebben uitgerekend dat de hele renovatie ongeveer 500.000 euro gaat kosten. Wat we willen doen is, we willen administratieve gebieden of administratieve diensten willen we uit de gebouwen halen. En dus eigenlijk dat in een apart gebouw zetten, zodat we plekken openmaken voor additionele stoelen. Er is ook een capaciteitsprobleem in Suriname ten aanzien van stoelen. Dus wij willen dat probleem helpen oplossen door stoelen operatief te maken, 20 stoelen erbij te zetten. En dat willen we dan in de vrijgekomen ruimte willen we dat gaan installeren. Dat gaat allemaal geld kosten. En ik moet u zeggen dat we midden dit jaar een beetje met de hand in ons haar zaten van hoe gaan we dit doen. En toen na heel wat gedachtegangen hebben we dus gezegd, luister, we moeten een x-aantal zaken moeten we gewoon aanpakken. En toen hebben we als eerste stap hebben we SUEET benaderd en gevraagd of zij de kick-off van onze fundraisingsactiviteiten willen doen. We beginnen dus aanstaande maandag officieel met het inzamelen van geld. En dat gaat middels een sms-campagne, waarbij iedere Surinamer, of het nou een houder is van een Digicel-simkaart of een Telesuur-simkaart, een sms kan sturen naar het nummer 1919. En daarmee wordt 57 SRD gedoneerd aan het inzamelingsdoel voor dit jaar, namelijk de Nierstichting en het Nierdialyse Centrum. Onder de sms'ers worden elke dag 5 pakketten verloot. Dat is meer om mensen te stimuleren om te gaan sms'en. Het is een moeilijke tijd en ja, ook 57 SRD is veel, ook al betreft het een goed doel. En we hebben gedacht van ja, we willen de mensen daar toch iets voor teruggeven. Dus we hebben 7 bedrijven bereid gevonden die gedurende de 7 weken van de sms-campagne, die loopt tot 19 december, dus 1 november tot en met 19 december, om elke dag gedurende de week 5 pakketten ter beschikking te stellen met een waarde van ongeveer 250 SRD. Verder starten we 1 november ook met de Traveling Box. Daarbij gaan bekende Surinamers met een SUEET box in hun eigen netwerk geld inzamelen. En de kick-off is aanstaande maandag. En wat ook al is gepland is vanaf 10 december echt de inzameling zoals u dat gewend bent op het bordes bij Radio 10. Waarbij mensen in een box geld kunnen komen zetten. Een andere activiteit waarvan we nu al zeker zijn dat die gaat komen is de burger- en cocktailmiddag. Dat is een van de activiteiten die SUEET vanaf het ontstaan in 2014 elk jaar heeft georganiseerd. Normaal gesproken was dat met muziek en dan konden mensen daar blijven. Dit jaar wordt het echter een drive-thru en dat wordt 12 december. Er komen nog wat meer activiteiten, maar die moeten allemaal nog helemaal goed ingepland worden.